twee autobestuurders, de 25-jarige Genio Eduards en de 44-jarige Orfeo Becker, zijn vandaag bij een aanrijding op de Oost-West-verbinding om het leven gekomen. De voertuigen die werden bestuurd door de slachtoffers reden in tegenovergestelde richting. Eduards zat alleen in zijn auto, terwijl Becker met drie mede-inzittenden was. Nabij de plantage Bid en Zorg moet Eduards op de rijhelft van de tegenligger zijn gekomen, met de aanrijding tot gevolg. Bij aankomst van de politie werd het levenloze lichaam van Eduards op straat aangetroffen. Becker stierf kort voordat hij uit de auto werd gehaald. De drie gewonden zijn afgevoerd naar het Academisch Ziekenhuis. Beide bestuurders waren in het bezit van een geldig Surinaams rijbewijs. Met deze twee slachtoffers staat de verkeersbarometer landelijk op 16.